die kwam vanochtend even langs. Ja, een wereldkampioen in Terneuzen, dat moet gevierd worden natuurlijk. Ja, hè? Zeker. Ja, vertel, hoe was het allemaal? Het is in Chicago allemaal gebeurd, geloof ik, hè? Ja, het is in Chicago allemaal gebeurd. Zijn we met het hele team naartoe gegaan van Infinity. En daar waren de wedstrijden tegen 16 andere landen. En daar moest ik het tegen opnemen om mijn winnende foto hetzelfde te maken. Ja, ja, maar je zegt tegen 16 andere landen. Er waren dan al voorrondes geweest en zo, neem ik aan. Ja, dus je was al Nederlands kampioen, zou ik zeggen. Ik was van de Benelux was ik eerste geworden. En ik moest de Benelux vertegenwoordigen. Oké, en hoe was dat daar? Want volgens mij heb je bij de Benelux, daar heb je meegedaan met een bepaald kapsel. Ja. En dat moet je dan ook weer recreëren, als het ware. Ja, dan moest ik hetzelfde doen. Dus mijn model is ook meegegaan. En binnen 90 minuten moest ik mijn creatie, waar ik mee had gewonnen, nadoen en in die tijd afmaken. Ja, nou, ik zie hier een foto voor me van het kapsel. Het is een wereldkampioen creatief knippen. En dat is ook die titel, die zie je ook wel een beetje terug aan dat kapsel, hè? Ja, klopt. Ja. Heb je daar ook nog een bepaalde inspiratie voor of kwam dat in één keer binnen? Ik ben met een wedstrijd ben ik al een jaar van tevoren bezig, hoor. Dus er komt niet 1, 2, 3 binnen, ik verzin iets en dan doe ik weer iets anders. En dan denk ik, oh nee, dit is het niks. En op een gegeven moment kom ik tot het totaalplaatje. Ja, want dit totaalplaatje, dat is onder andere knalroze. Ja. Ik geloof in de titel heet het dan raspberry, maar het is gewoon het is echt... Ja, het is roodroze. En dan, een beetje roodroze is het. En dan met de kleding, die een beetje zo Cleopatra ketting erop en alles. Dus je moet echt in het hele plaatje denken. Ja, hoort dat er dan ook wel een beetje bij, dat het echt van dat soort excentrieke kleuren ook zijn? Nee, dat hoeft niet. Het is echt waar je zelf mooi van, waar jij je kapsel sterker mee kan maken. En wat zag je dan qua concurrentie in Chicago? Waren dat wel allemaal wel hele opvallende kapsels? Of zaten er ook gewoon een beetje huistuin- en keukenkapsels bij? Nee. Het zijn allemaal vrij opvallende kapsels, vrij opvallende kleding. Ja, anders heb je niet echt een wedstrijd, om het maar even zo te zeggen. Ja, oké, dus het moet ook echt wel creatief zijn. Ja, vanuit daar bouw je natuurlijk iets wat in de mode. Het is net als in de mode, je maakt op stage iets extremer en uit daar bouw je weer iets op. Oké, ja, wij spreken jou nu na eigenlijk een volle werkdag, maar je bent gewoon in Terneuzen nog kapster. Ja. Is dat nog steeds wel een beetje, geeft dat wel voldoening nog? Ja, zeker. Het was vandaag een hartstikke leuke dag. Ja, vandaag kan het jarig was. Ja, maar er komen natuurlijk ook gewoon mensen, die komen daar waarschijnlijk al jaren. Die hebben dan opeens een wereldkampioen als kapster. Ja, dat was een hele leuke dag eigenlijk vandaag. Ja, en ik haal daar mijn voldoening uit met de mensen. Het is niet alleen maar zulke plaatjes maken. Nee, het is ook wel gewoon nog steeds je beroep. Hoe lang doe je dat al? 24 jaar. Oh ja, dat is al een hele tijd. Ik zag vandaag toevallig dat er een campagne is gestart, dat er een tekort is aan kapsters. Ja, dat of klopt. Kappers, überhaupt. Merken jullie dat ook hier in Terneuzen? Ja, dat merken we zeker. Dat merken we, ja. Ja, en ik snap niet waarom, want het is een hartstikke leuk beroep. Ja, merken jullie dat al in de laatste jaren, of is dat echt al wel een lange tijd aan de gang eigenlijk? De laatste jaren. Oké, maar je zou er niet echt een oorzaak voor weten, dus begrijp ik. Nee, niet echt. Nee, misschien vinden ze het niet meer zo leuk of moeten ze te hard werken, ja. Kijk, wat ik zeg, die wedstrijden, als je daarmee aan wil doen, dat is ook allemaal in je vrije tijd. Dat is echt heel hard werken en veel tijd dat je erin steekt. Ja, en tegenwoordig willen ze dat allemaal niet meer. Nee, maar goed, niet iedereen hoeft natuurlijk wereldkampioen te worden. Nee, dat is ook zo. Maar ja, als je in een vak iets vooral... in een vak iets wil bereiken, moet je er natuurlijk allemaal voor gaan, hè? Ja, dat bij jou zit het dan wel echt duidelijk. Is het meer dan zomaar een beroep? Het is ook echt je passie? Ja, dat klopt. En daar komt natuurlijk ook dat grote succes door. En je doet het allemaal met plezier. En wat staat er nou nu te veranderen eigenlijk voor jou, denk je? Voor mij? Nou ja, dat ik een coaching van hele bekende kappers kunnen eraan komen. Of aanbiedingen van grote... firma's, zeg maar, van de kappersbranche. Dat kan er aankomen. Ja, soms moet je even kijken hoe het uitpakt. Ja, maar waar gaat dat dan zoal? Grote firma's van een kappersbranche? Dat je ook shows kan geven of de nieuwe lijn kan maken en zeg maar de nieuwe haarlijn, weet je wel, van bepaalde merken. Ja, het is net. Dus als je dan een reclame op tv ziet of zo bijvoorbeeld, dat soort dingen, moet ik daar dan ook aan denken? Zou kunnen, maar meer echt waar je op die wedstrijden ziet of de kappersbeurzen en zo. Oké. Maar je blijft nog wel steeds behouden voor Terneuzen, toch?
Ja. Ik ga nergens naartoe ook. Ik vind het veel te gezellig. Nee, heel goed. En dan behouden we in ieder geval een wereldkampioen. En volgend jaar is er gewoon weer wedstrijden? Ja, gaan we gewoon weer meedoen. Ja, dus je mag ook meervoudig wereldkampioen worden. Dat kan gewoon. Ja, dat kan gewoon. Ja, kan elk jaar als ik goed mijn best doe. Ja, nou, het talent is er in ieder geval. Maar je bent nu dus eigenlijk alweer druk bezig dan met het bedenken van een nieuwe... Ja, meestal wel. Ja, als ik terugkom van zoiets, dan ga ik gelijk naar het volgende weer nadenken wat ik wil gaan doen. Oh ja, en wel altijd hetzelfde model? Ja, zij is al 3 jaar model voor mij. Ja. En heeft die dan gewoon makkelijk haar? Of waarom is zij zo geschikt? Ik werk fijn met haar samen. Ik mag van alles doen. Dus dat is ook wel heel fijn dat je een blanco... iemand heb. Ja, jij moet natuurlijk wel vol vertrouwen in jou hebben ook, ja. Ja, en dat is het ook allemaal durf natuurlijk. Nou, heel goed. Desiree van den Ende, hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En dankjewel dat we even mochten spreken. Dat is goed, super. Dankjewel.